Goedenavond allemaal, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Het is 6:58, het is nu 6:01, ja. Ik ga lekker koken, ik ga lekker een stampotje bloemkool maken met een eitje erdoorheen. Lekker ui, ja. En ik heb Roderick aan de telefoon, dus die heeft ook vandaag goed nieuws. En het is vandaag Valentijn. Maar deze komt wel wat later online. En ik ga nog zometeen sowieso even live. Om even iedereen nog een fijne Valentijnsdag te wensen, et cetera. Vind ik leuk. Ja, dat vind ik grappig. Dus ja. En ik begin eventjes een keertje op een hele andere manier qua vloggen. Ja. En dit gaat dan weer tot en met morgen. Dat ik dan morgenavond ook weer gewoon begin. Met een welkomstwoordje. Dus ja, dat komt allemaal weer goed. En ik lul weer te lang. Nou, daar ben ik dan weer in mijn huisje, mijn keukentje. Ja, nou, ik heb de stampot al opstaan. Ik heb 2 uien erdoorheen. Ik heb ook de blaren van de bloemkool erdoorheen. Daaronder, dus dat is lekker. Nou, en mijn favoriete kruiden, paprika, curry gaat er zo meteen op. Peper gaat er zo meteen op. En nog een beetje snufje zout. Dat is wel lekker. Die heb ik er al op. Even daar neerzetten. Dan pak ik even deze. Allemaal lekker even mee. Eerst even een snufje zout. Een stukje thee. En dat gaat allemaal op gevoel. Zo, en dan moet ik even de peper hebben. Maar dat gaat niet met één hand. Dus dan moet ik jullie even neerzetten. Haha, grapje. Is leuk. Hoe ga ik dat doen? Ja, met heel veel bewegen. Dat is grappig. Kijk. Dan zie ik precies wat ik aan het doen ben. Zo. Dan ga ik die weer even opruimen. Hartstikke mooi. Nou, en dan doe ik even de deksel erop. En standaard trouwens hier, hè, ligt altijd hier ook de dieren. En Lady die ligt nu daar. Het is een beetje donker, maar oké. Lovely ligt hier, maar eigenlijk standaard liggen ze dus hier ook. Ja, moet ik eventjes een deksel zoeken. Ja, ik heb altijd standaard deksels, dus ja. Dus kijken welke erop past. Ik heb er 3. En die past er mooi op. Kijk eens aan. Hartstikke mooi. Ik ga even mijn eieren even schoonmaken. Want net waren ze gevallen, mijn eieren. Ja, leuk. Dan zeg je van, hoe krijg je dat weer in vredesnaam voor elkaar? Nou ja, als je eventjes wat pakt uit een koelkast. Ja, dan wil het nog wel eens vallen, hè, vanzelf. Eventjes schoonmaken. Ik plak nu aan alle kanten vanzelf. Zo, even schoonmaken, dat gaat in de koelkast weer. Hartstikke idee, holadie. Even kijken of dit wil. Ja, dit wil. Nou, zo. Gaat dit weer even in de koelkast. Die kan weg, die is niet meer goed, hè. Die gaat daar naartoe. Hartstikke mooi. Die daarin gaat hartstikke fijn. Ook weer gedaan. Maar ik zag ook ergens wat anders. Wat ook weg kon, maar dat zie ik even nou niet meer. Maar oké. Even wat opruimen sowieso weer. Kijk. Zo weer. Hartstikke fijn. Even een eitje opbergen. Even in de kast. Even wat opruimen wat weg moet hier. Zo, wat gewoon in de prullenbak en alles kan, dat ga ik nu gelijk ook even doen. Dat mag niet gedaan, ja toch. Zo, nou is die ook weer leeg. Zo, ruim het ook gewoon gelijk even op, hartstikke mooi.
Het kan naar het karton toe. Kijk. Het kan ook gelijk weer opgeruimd worden. En zo blijven we bezig. En ik was ook wel eens deze bak af. Even lekker schoon. Dus die gaat ook gelijk eventjes in de zop. In mijn afvalbakje. Gelijk even in de zop. Ik heb hier nog een uitje, die gaat even hier alweer in. Kijk. Is het weer een beetje schoon en wel? Maar ja, dan is het weer een beetje schoon. Dus ja, dat ga ik eventjes lekker een beetje opruimen en even wachten. En nog weer eventjes met Roderick verder praten. Want ik ben trots op Roderick, maar daar laat nog even wat meer over. En anders mag je het zelf vertellen. Maar ik denk niet in dat hij dat durft, dus dan doe ik dat misschien straks nog wel even voor jullie.